De lente van 2020 kondigt zich aan. De zon laat zich zien en voelen. Hoogste tijd om de drie bomen naast de oprit van het huis te snoeien. Een jaarlijks ritueel. Raar, het lukt op die maandag niet, zoals ieder jaar, om twee bomen onder handen te nemen. Moe, dan morgen maar de tweede boom. Wat is er aan de hand? Weer erg moe. Maar ja, voor het einde van de week moet het toch klaar zijn, want de knopjes gaan zich verder ontwikkelen. Vanaf donderdag denk ik een griepje te krijgen. Plots nergens meer zin in. Onze jongste zoon zegt het al een paar dagen. Pa, je hebt corona. Met een duidelijk gebaar laat ik zien dat ik dat niet geloof. Vrijdag bank hangen. Aan een collega van kantoor schrijf ik: vandaag niet bereikbaar. Al een paar dagen goed beroerd. Nu echt ziek. Griep. Geen corona. Ondertussen wel contact met de huisarts. Het advies is om verschillende momenten gedurende de dag de temperatuur op te nemen. Gaat alle kanten uit. Zelfs twee keer ruimte hoog. Paracetamol te slikken en veel drinken. Steeds minder zin om iets te eten. De smaak is weg. Ik voel de energie uit mijn lichaam. Primair een afspraak gemaakt bij de huisarts voor woensdag. Zondags toch even inloggen in de digitale omgeving van kantoor. Want er ligt nog te veel werk. In een e-mail aan diezelfde collega sluit ik af. En nu ben ik ziek en ga weer een uurtje op bed liggen. Dinsdag 31 maart geef ik aan dat ik naar het ziekenhuis wil. Iedereen in huis is even stil. Het gaat niet goed. Ik voel me niet goed. In de middag ben ik welkom tijdens het coronaspreekuur bij de huisarts. Hij stelt direct de besmetting vast en neemt contact op met de longarts van het ETZ Elisabeth in Tilburg. Wilt u met de ambulance? Vraagt hij. Waarop ik antwoord dat mijn vrouw mij met haar auto hier heeft gebracht. Wij rijden zelf wel. Dat gaat lukken. De huisarts gaat mij aanmelden. Een kwartiertje later loop ik met mijn tasje de spoedeisende eerste hulp van het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg binnen. U bent meneer Goudsmits, kom maar verder. Ze wachten op u. Er valt een last van me af en voel me direct veilig. U mag hier gaan liggen, waarop ik antwoord dat ik nog even mijn schoenen uit wil doen. Want ik ga toch niet met schoenen aan op bed liggen. Zo ben ik niet opgevoed. Ga maar liggen. Wij doen uw schoenen wel uit. Vervolgens worden er allerlei draadjes op mijn lichaam geplakt en verschillende slangetjes bevestigd. Aan mijn arm vanwege het infuus en een neusbril voor de extra zuurstof. Een masker is niet nodig. Na de uitgebreide intake ga ik naar een kamer. Alleen, in afwachting van de uitslagen van de onderzoeken. Woensdagochtend word ik verplaatst naar kamer 1. Langzaam komt er weer wat leven in mijn lijf. Iedere dag een beetje meer. Eten gaat steeds beter en proeft smakelijker. De verzorging van alle betrokkenen is buitengewoon. Er is ook ruimte voor gesprekken. Meer en meer ervaar ik de magische kracht van bewust verbonden ademen. Alleen, in stilte. Proberen het zelfhelend vermogen te ondersteunen, want het zuurstofgehalte in het bloed is te laag. Dat betekent dat de extra zuurstof wordt opgehoogd tot wel 5 liter per minuut. Vanwege de drukte in het Tilburgse ziekenhuis, het gebrek aan IC-capaciteit, voor als het nodig zou zijn, maar er is geen enkele indicatie, maak u niet ongerust, meneer Goudsmits, en omdat ik het aan kan, word ik dinsdag 7 april overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam. Ook daar voel ik me veilig, op mijn gemak. Ik voel me goed en heb vertrouwen. Die sensatie heb ik in alle cellen en vezels van mijn lichaam. Ondanks dat de longen op dat moment door een extreem virus zijn aangetast, ondanks dat de spiermassa enorm slinkt, ondanks dat ik, naar later blijkt, 10 kilo lichaamsgewicht verlies, kleine stapjes vooruit.
Vanaf zondag 12 april geven de artsen het voorzichtig aan. Als, dan. Het medisch traject van 7 dagen infuus, 6 tot 7 keer per 24 uur bloeddruk controleren, lichaamstemperatuur en saturatie meten, aangevuld met iedere 2 à 3 dagen keel- en neuslijm afnemen, verschillende keren een long- en hartfoto, om de 3 dagen bloed afnemen en tot in de ochtend van ontslag extra zuurstof, de laatste 3 dagen afgebouwd naar 0, heeft een geweldig resultaat gebracht. Veel kracht verloren, zelfs praten vraagt veel energie, maar ook veel kracht ingezet voor mijn herstel. Dit alles maakt dat de 3 artsen dinsdagmiddag 14 april om 11:15 komen vertellen dat ik het ziekenhuis mag verlaten. Een emotioneel moment. Even daarna zie ik de erehaag die medewerkers van het Erasmus MC vormen bij het afscheid van een collega die aan het coronavirus is overleden. Beelden die gedurende de dag op alle televisiezenders worden getoond. Het contrast kan niet groter. Terwijl ik mijn persoonlijke spullen verzamel en de tassen vul, belt toevallig mijn huisarts. Hij informeert hoe het gaat en is verheugd als ik vertel dat ik even daarvoor voor het eerst in mijn leven ontslag heb gekregen. Als ik voor de laatste keer door de ramen van mijn kamer op de 12e verdieping kijk, zie ik de skyline van Rotterdam. Een gevoel ver weg te zijn van alles. De Delftse Poort, de Markthal, de Erasmusbrug, Hotel New York. Om 16:30 ben ik weer thuis. Het is gelukt. Het voelt als een geschenk en ik besef dat ik enorm dankbaar ben. Ik word overweldigd door de vele bloemen en tientallen kaarten. In stilte dank ik iedereen die op welke wijze dan ook betrokkenheid heeft getoond. Nu het lange traject in van algeheel herstel. Mijn drukke leven moet ik voorlopig achter mij laten. Lezen, huishoudelijke dingetjes, rusten, langzaam pak ik het weer op. In overleg met de diëtiste een plan voor herstel van het gewenste gewicht opzetten. Een week na thuiskomst op de fiets naar mijn 90-jarige moeder. Ze is blij mij weer te zien. Blijven bewegen, werken aan het uithoudingsvermogen, langzaam weer wat oppakken voor kantoor. Afspraken voor fysiotherapie, boodschappen doen, contact met de bedrijfsarts. Donderdag 30 april is een dag zoals de voorbije 2 weken. Echter, 's avonds plots pijn aan de rechterkant van mijn borst, CQ rechterlong. Kan ook minder diep ademen. De pijn ebt niet weg. Na een uurtje van het zal wel overgaan, toch maar bellen met de huisartsenpost in Tilburg. Om 11:30 bij de arts. Vervolgens in overleg met de spoedeisende eerste hulp door naar het Elisabethziekenhuis. Bloed wordt onderzocht en een longfoto gemaakt. Gelukkig verdwijnt ondertussen de pijn. Uiteindelijk tegen 3 uur word ik opgenomen voor vervolgonderzoek. Om 4 uur val ik in slaap. Vrijdagmiddag om 3 uur een CT-scan. De exacte oorzaak van de pijn gedurende de voorgaande avond is niet geheel te duiden. Schuren van longvliezen, klaplong, embolie, vraagteken. Corona heeft de rechterlong toch wel wat beschadigd. Over 4 weken weer een scan en vanaf dat moment ook de ontwikkeling van de longinhoud bijhouden. Om 6 uur vrijdagavond 1 mei zeg ik het ziekenhuis wederom vaarwel. Langzaam ga ik weer verder voorwaarts. Waarschijnlijk moet ik toch genoegen nemen met minder dan ik wil doen. Ga ik toch te snel? Woensdag 27 mei bloed af laten nemen en er wordt een CT-scan gemaakt. Na 2 maanden noteer ik op 31 mei in het Excel-bestand dat mijn lichaamsgewicht weer wat is wat het moet zijn. Dinsdagochtend 2 juni 3 longfunctie onderzoeken. 'S middags belt de longarts. Hij bevestigt dat de pijn van 30 april niet is veroorzaakt door een embolie. Wat het wel was, blijft onduidelijk. Nu is gekeken naar de restafwijkingen en de conditie.
Er is een sterke verbetering ten opzichte van de scan van een maand geleden. De holte boven in de rechterlong is kleiner aan het worden. De door het virus veroorzaakte streepachtige afwijkingen verbeteren ook duidelijk. Er is een normale longfunctie. Het zuurstofgehalte is goed. Kortom, het verloop van het herstel is goed. Over 4 maanden wordt er weer een scan gemaakt. Hij sluit af met de woorden: ik ben echt tevreden. Op mijn vraag of ik alles mag doen of dat er activiteiten zijn waarvan het verstandig is dat ik die eventueel voorlopig niet doe, antwoordt hij dat er geen belemmeringen zijn. Als ik maar luister naar wat mijn lichaam aangeeft. Het aantal uren dat ik, primair vanuit huis, werk voor kantoor, pas ik 2 wekelijks aan. Vanaf 20 juli weer volledig inzetbaar. Een uitdaging tijdens de zomervakantie is of het lukt om te fietsen en wandelen in het Zeeuwse landschap. Het voelt aan het einde van de eerste vrijdag in september als een overwinning op jezelf, als je na ruim 50 kilometer fietsen het vervoermiddel weer parkeert bij Strandhotel Westduin. Vrijdag 13 november weer een afspraak bij de longarts. Op de week daarvoor gemaakte CT-scan is in vergelijking met de eerder gemaakte scans goed te zien dat de restafwijkingen duidelijk verder zijn verbeterd. De holte in de rechterlong is weg. Wat nu nog resteert, zal ook verdwijnen. De arts is zeer tevreden. U kunt er 100 mee worden, zegt hij. Een vervolgafspraak is niet meer nodig. De vermoeidheid zal voorlopig blijven. Nadrukkelijk merkt hij op dat ik door moet blijven gaan met de opbouw van het uithoudingsvermogen. En op tijd rust nemen. De derde boom is best wel groot.